De vragen over blind zijn frustreren mij vooral over wat zie je. Ik zou me ook gelijk even antwoorden, ik zie helemaal niks. Je kan namelijk niks zien zonder ogen. Stel je voor, je hakt je neus eraf, wat kan je dan ruiken? Helemaal niks. Heel veel mensen zetten heel veel foto's in of Snap. Dat doe ik dan wat minder, omdat ik dan niet weet of dat ik er goed op sta. Nee. Ik hoor de echo's van de muren en zo weet ik waar ik heen moet. Moet ik even je wenkjes gaan doen? Ja. Okay. Auw. Mag ik van jou voor mijn verjaardag een nieuwe blush? Want hij is stuk gegaan. Is goed. Je hebt echt mooie wenkbrauwen. Dat zegt iedereen. Ze zeggen ook allemaal dat ik lange wimpers heb. Aha, zeker. Ik heb geen idee hoe mij eruit ziet. Blauwe ogen? Nee, bruine ogen. Daphne weet ik wel wat voor kleur haar. Bruin, volgens mij. Ik heb denk ik donkerblond haar en felblauwe ogen. En ja, meer weet ik eigenlijk niet. Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar weer nieuwe. Ik ben begonnen met vloggen om de mensen te laten zien wat je allemaal kan als blind zijn. En nu heb ik 19.000 abonnees. Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar weer nieuwe hashtag vraag me raak video. Hey. Ik ben hier met Chiara. Hoi. En ja, we gaan lekker beginnen. Kijk, we hebben hier allemaal vragen. Hey. Dus die ga ik zo lekker beantwoorden. Dus say yes. Tot zo. Hey Marina. Als je de kans zou krijgen om weer te zien, zou je dat dan willen of zou je het liever zo houden? Ik zou liever met één oog willen zien, want dan heb ik het toch nog allebei. Ziet het er eng uit als je ogen eruit zijn? Nou, Kier. Nee, dat ziet er echt helemaal niet eng uit, vind ik. Nee. Oké. Kan je ooit nog zien? Waarschijnlijk niet. Ik zeg nooit nooit, maar waarschijnlijk niet. Je weet het nooit. Ik krijg hele leuke reacties. Ook wel haatreacties veel. Van schelen of lekker voor je dat je oogkanker hebt. Ik snap niet waarom je een haatreactie laat als je me stom vindt. Waarom doe je er dan sowieso moeite voor om helemaal te gaan zitten typen?
ook geen profielfoto, niks. En dan denk ik, ja, je laat niet zien wie je echt bent. Wie ben je dan? En dat is ook wel gewoon mijn doel, om gewoon haters echt op hun plek te zetten. Gewoon bang met kleur.